Het carnavalsseizoen is weer begonnen in Aderikstol. Ganzengat is er klaar voor. Dit weekend werd bekend welke hoogheden deze carnaval aan het hoofd staan. Maar hoe word je eigenlijk een prins of prinses? Vorig jaar kon je dan je opgeven en dan werd er dit jaar geloot en ja, ik was het. Nou, ik ben al denk een keer of 11 genomineerd geweest, dus het werd onderhand ook wel tijd. En ik heb al 2 keer bij de laatste 3 gezeten, ja, vandaag meegeteld al 3 keer. Dus ik was een beetje verrast, maar niet heel erg. Het zat er een keer aan te komen, denk ik. Er waren wel zware verdenkingen richting mijn persoon. De hints die sloegen eigenlijk helemaal nergens op, maar op een of andere manier werden ze toch met mij in verband gebracht. Dus ik ben flink aan de tand gevoeld. En die van ons ook, die werkt bij de MCD op de bakkerij. Dus die is al wekenlang, maandenlang, iedere dag aan de tand gevoeld door alle klanten. Dus dat was wel een beetje spannend, ja. Dat was wel lastig. Voor de 11 overgebleven kandidaten van Jong Ganzengat was het wel moeilijk om de schijn hoog te houden. De smoesjes en onzinverhalen begonnen langzaamaan op te raken. Ze hadden niet allemaal zich opgegeven, maar als ze hadden opgegeven, dan wisten ze al dat ze niet zouden worden. En dan zeiden ze, ja, zullen we toch hetzelfde verkleed gaan met carnaval? Toen zei ik, ja, is goed, maar ja, dat kan niet. Sjors en Pip zijn blij dat ze nu van de daken mogen schreeuwen dat zij de jeugdprins en prinses zijn van carnaval 2024 in Ganzengat. Er staat natuurlijk heel veel op de planning, maar het wordt wel weer een leuk jaar. Het jeugdprinsenpaar met de hele jeugdraad en de dansgade, die hebben net in de tent gestaan. Die zijn nu inmiddels allemaal in braskaars, hebben die om alle spelletjes te doen en een snackje en alles wat erbij hoort. En ze zitten nou buiten plezier aan het maken en de rest. En dan hebben we vanavond na de onthulling van de grote prins alsnog weer een nieuwe receptie en dan voor de grote prins. Zometeen mag de prins, dat ben ik dus, mag de gans onthullen met Dick en Mick. Dat vind ik al het duurste hoogtepunt en voor de rest zien we wel hoe dat lukt. Bij een nieuw carnavalsjaar hoort natuurlijk ook een nieuw motto. Het motto met deze dagen is, hoe komt het erop? Ja, dat vraag ik me ook af. En gaat het druk worden dit jaar met carnaval? Ja, het is kort maar hevig, denk ik. Vandaag nog 91 nachtjes slapen tot carnaval. En volgend weekend dan eerst nog de indruk van Sinterklaas. Hè. Daar ben ik ook nog druk mee doen. Vanaf dan bekant iedere weekend prijs. Dus dat is alleen maar mooi, denk ik. Ik zou ook tegen alle kijkers en luisteraars zeggen, fijne carnaval en heel veel plezier.